Deze nieuwsuitzending is lekker simpel, het is een reactie op een reactie, of reacties moet ik zeggen. Dit gaat over de uitzending die ik heb gemaakt met Mira, afgelopen zaterdag. En wij kwamen zomaar in ene op Blue Tiger. En zei tegen mij, ken jij die mensen? Ik zei, ja. ja. Zij kent die mensen van heel lang geleden. En toen was alles geheim en waren echt toestanden met Willem Engel. Heel ingewikkeld iets met een gevangenis. Ik snapte eerlijk gezegd geen bied van. Want Willem Engel, die heb ik een verhaal horen vertellen bij Weltsmerch of Blue Tiger. Of... Dat hij. Uh... Eerst had hij gewerkt in de chemie. En vandaar al die enorme kennis over aerosolen. Nou moet je even weten. Dat ik heb Milieuhygiëne gestudeerd. En ik heb een 8 gehaald. Voor mijn uh, afstudeeropdracht. Dat is een behoorlijk cijfer. En ik weet wat van erosona. Colovidchemie, daar valt het onder. Dus daarom drink ik ook graag pasties. Want dan heb je van die heldere vloeistof, en doe je er een scheutje water in. En dan nee, is het melkachtig. Ja, dat is colovidaal. Dat zijn deeltjes in een fluidum. En het fluidum, dat kan ook lucht zijn, natuurlijk. Waarom niet? Ach ja. Het was een hele leuke uitzending. Anyway, oh ja, Willem Engel, die zei dat hij er heel veel verstand van had. En toen is hij dat vakgebied uitgestapt. dan is hij dansleraar geworden. Wat in dansschool. En dat lijkt dan helemaal niet op dat verhaal wat uh, Mira vertelde. Dus dat... Daar ga ik het toch nog een keer met haar over hebben. Want ik snap er helemaal niks van. Daar heb ik er twee reacties op gekregen. Die ene is van uh, Noud. Van ik ken hem verder niet hoor. Maar al een aantal jaren, denk ik, hebben we contact. Ook via Skype. En, uh, een toegewijde man. En die heeft gereageerd met. Uh, Controlled Opposition. Dat slaat dan op de Blue, de Blue Tiger. Hè? Willem Engel en Karel van Wolveren. Controlled Opposition. De Nederlandse equivalent van David Icke en Alex Jones. Als je de geschiedenis van deze organisaties nagaat. kom je inderdaad waarschijnlijk. En dan. kan ik niet doorklikken. Dit is raar. Maar is een bukje. En dan is er een. En wat Nout zegt, daar ben ik helemaal met Nout eens. Totaal. Ik heb geluisterd naar David Eyck. Ik ben naar David Eyck als het ware toegegaan. Ik heb mij opengesteld voor die man zijn gedachtegoed. Ik kreeg er bijna de koude corona-reelingen van. En dat zou toch niet waar zijn? Onze koninklijke familie, dat is helemaal. Dit is een, een, een metafysische. De, de engelendieren, Hoe oh, van daar? Oh nee, maar zijn we echt helemaal hopeloos verloren? Dat is David Icke en meer niet. En dan kan je zeggen: ja, maar dat is een man die is heel positief. En. Uh, en hij, gaat, hij is gescheiden van zijn vrouw, maar ze hebben geen ruzie en hij is gewoon een goede kerel. En zijn zoons die werken ook mee en die maken de koffers van zijn boeken met de Big Lion en weet ik veel wat allemaal. En je vertelt dat soort idiote dingen over reptilianen. Ga weer. Ik heb hier in huis heb ik ook een boek. Waren de goden kosmonauten? Ja, natuurlijk heb ik dat boek. Ik heb hier ook uh, Dianetics. <laughs> Serieus, van L. Ron Hubbard. Dat heb ik ook. Ik heb ook de geheime leer van uh, Helena Petrovna Blavatsky. Dat wil zeggen de twee kanonieke boeken. Er schijnt nog een derde geheime leer te zijn. Ik heb alleen maar het ontstaan van de kosmos en het ontstaan van de mens. Er schijnt ook nog iets te zijn als het ontstaan van de wereld. Nou, je moet die boeken lezen en dan. Uh, snap je wel dat het bloody nonsens is. En dat is met David Icke dus ook. Punt. En als hij in tranen uitbarst en dan niet zo namaak als Bill Clinton toen hij zei. Ik heb gezondigd en dit zal ik nooit meer doen. Nee, maar dat hij echt met de billen bloot gaat. En een grote zak met poen, naar ons terug. Ik bijvoorbeeld 57 krijgen voor het feit dat ik mij heb laten bang maken met ongelofelijke onzin van wat je dan aanneemt dat het ergens op slaat. En dan blijkt meneer alleen maar onzin uit te komen. Ja, ja, dan schrik je je natuurlijk te pletter. Wat is dat nou? Nou, en dan ben je door 7,50 lullen we hem niet meer over. Dat is een fles sterke drank hier in Elten. Echt waar, dan is alles voorbij. En niet alleen ik, nee, ook al die andere mensen over de hele wereld, die, die de stuipen op het lijf heeft gejaagd met zijn rare reptiele verhalen. En de maan is hol. En door de reptilianen gemaakt. <tie> Dus David Eye is helemaal geen informatieve toestanden. Dit is een raar kletserij. En die raar kletserij van David Eye zit ook nog een keer zo in elkaar dat, dat die aansprekelijk is op ons. Dus het, het, het zegt ons ook wat. Als je zou zeggen, we worden overgenomen door microben. en die leven binnen in de bakstenen. ja, dat, dat, dat gelooft niemand. Ja, als je dan van die enge verhalen hebt. van ja, je denkt iets te zien, maar dat is eigenlijk wat anders. En als je nou beter kijkt, dan zie je het ook. Ja, best een nare man in feite. Slecht karma. Ik ben niet jaloers op hem. Ik ben ook nooit zo geweest, dus ik kan me ook niet voorstellen dat je zo gaat doen zoals David Icke doet. Dat vind ik gek. En Alex Jones, ja, laten we het er eerlijk over zijn. Alex Jones laat David Icke aan het woord. Dus, dat is gewoon Ernie en Bert. Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. Daarmee kan je Alex Jones ook vergeten. En de grote olifant, waar iedereen het altijd over heeft, de grote olifant in de woonkamer, dat is dat we ja, een probleem hebben. Nou, dat is het probleem. Maar eerst die volgende reactie. Ik kan dus niet alles oplezen. Maar het begint wel goed Hij begint met. Heeft u zichzelf wel eens beluisterd? Vraagteken. Smakkend en slurpend spuwt u uw arrogante gal over allerlei personen die u zelf opzoekt. En dan komt de hele mooie. U hoeft zich niet te laten redden. Kijk, dat beschouw ik als een compliment. Zodat dus ik ergens de beste hekel aan heb, is dat mensen me zielig vinden. Dan ben ik net gelijk mijn oma. Van blijf van me af. En toen mijn oma negentig was en ze de trap moest op. En, uh, en ik wilde er even steunen. Nou, daar dacht mijn oma anders over. Je gaat niet allemaal lopen sjorren aan je been. Ik denk dat ik dat heb. Dus ik, ik wil me niet laten redden. Ik, ik, ik heb helemaal geen reclame. Ik wil geen donaties. Ik wil helemaal niks. Is dat nou? Als ik geld wil, dan ga ik werken. Dit is in feite niets meer dan slapgeouwe hoer en wat ik kan zeggen, ik bedoel het goed. Ik zit niet op David Eijk mensen de stuip op het lijf te jagen voor niet bestaande asteroïden verborgen in bananen uit Brazilië. Ik vertel gewoon hoe het zit, naar mijn mening. En als ik het fout heb, ja, dan heb ik het fout. Is de kans groot dat ik het fout heb? Nee. Nee. Ik zou zeggen, die kans is nul. Je kan ogen uit twisten over de naam van het beestje. He, wat het probleem is. Even terug naar die zin, die is wel mooi, hè? Smakend en slurpend spuwt u uw. Arrogante gal over allerlei personen. die u zelf opzoekt. Ja, inderdaad. Dus ik ben daadwerkelijk op bezoek gegaan. bij de Theosofen. Ja, iedereen heeft het over die Theosofen. En Madame Blavatsky. En uh, die, uh, die uh, en is er ook nog een boek van. Dat is best wel aardig. Occulte verhalen. Engels, hoor. de Theosofen. Dat weet ik ook wel. De antroposofen, Rudolf Steiner, die heb ik bestudeerd. En Rudolf Steiner goed bevonden. Dat was een verstandige man. En antroposofie, dat is daadwerkelijk iets. En theosofie niet. En dat komt door de naam. Theo, dat betekent God. En sophie is wijsheid of kennis of kunde. Ja, nou, antropos is mens. En antroposofie is daarmee hetzelfde als theosofie. Alleen het object van de wijsheid is niet God. Wat het is bij theosofie. Het object van de wijsheid is mens. Hoe zit een mens in elkaar? Het is opmerkelijk hoe die in elkaar zit. En het is ook opmerkelijk om te zien dat als er dus bepaalde dingen van het lichaam niet goed in elkaar zitten, dat dan de algehele gesteldheid van die mens ook met sprongen achteruit gaat. Dus je zoekt van alles op en je komt hele goede dingen tegen. Dus ik ben door mijn kennis van Steiner ben ik gestuurd op die antroposofie, of dat ging samen. Op. Dus ik kwam bij een antroposofische arts terecht. Met mijn gezin. Ja, maar dat is fijn. En die vrouwen, met een dochter. Ik heb buikpijn, ik heb hoofdpijn, ik oh, dit. En dan die moeder is helemaal in paniek. En dan gaan ze weer naar de dokter. Ja. en bij een antroposofische arts hoef je, je helemaal nergens zorgen over te maken. Want die arts die luistert zo, uh, nou je hele verhaal. En die gaat ook een paar vragen stellen. Van nou, hoe zit dit dan? Uh, ja, ja, oh, ja. En, en dat is dan zo en zo. En het probleem is dus. Uh, dat is dus het probleem, begreep ik. Eh, goed controleren dat hij het probleem goed begrijpt. En hij zei, nou oké, okay, dan heb ik het probleem goed begrepen. En wat wil je dat ik doe? Altijd. Tot aan vervelend aan toe. Behalve de laatste keer dat ik bij hem was, dan had ik zulke duidelijke klachten. Dat hij gelijk zei: oké, okay, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen en uh, bloed prikken. Hm dus je, je zoekt allerlei personen op. Dat moet je doen in je leven. Ik kan wel zeggen, nou, ik heb wat gehoord hè, van Karin. Nou, die schijnt naar bed te zijn geweest met de overgrootpaar van de schoonmoeder. En dat soort verhalen wil ik niks mee doen. En dan ben je zo. Dit is niet goed. Juist als mensen zeggen, dat is niet deugd. Is het voor jou een reden om even te gaan kijken of dat wel klopt? Serieus. Het was een boek van Wim, Wim Kruidentuin. Die zei: Dit vind ik zulke bagger. Ik weet niet wat ik ermee moet in mijn woning. Dus ik wil van het boek af. En wil jij het hebben? En ik zo: ja. <laughs> ja, kijk. Als Wim het echt ongelooflijk bagger vindt, is het voor mij een reden om dan het boek te gaan lezen. Gadverdamme, van een smerig boek. <laughs> ik zal de titel ook niet verklappen. Het enige wat ik durf te zeggen is dat die auteur zijn eigen naam ook niet durfde te verklappen. Maar het schijnt te gaan om een beroemde romanschrijver. En die heeft dit geschreven onder Anonymous. Een een of andere viespeuk van een uitgever, die heeft het gedrukt. Gadverdamme, wat een treurigheid. Ielk. Ik wil maar zeggen, je zoekt allerlei dingen op en je oordeelt zelf. De boeddhisten zeggen: leer het kwade kennen. Leer het kwade kennen. En leer het goede doen. Draai het niet andersom. En daar gaat het fout. Dus je dient nieuwsgierig te zijn. Dus je moet mensen opzoeken. En zo ben ik naar David Icke gaan lezen. Gaan, gaan luisteren. En, en, nee, niet gelezen. En alleen maar geluisterd. Ja. En ik heb naar Alex Jones geluisterd. Och. Uren. Alan Watts ook. Die is van die meuk nog de zuiverste, moet ik zeggen. Ja, dat is ook zo iemand die niet vertelt waar het om gaat, tenminste, niets. Vertelt waar het. Uh, al heel erg lang hebben mensen ongeveer een idee uh, waar het om gaat. Hè. En weet je dat? Je kan wel zeggen, ja, waar uh, duizend jaar geleden die mensen over dachten, daar dan al lachen, dan denk ik, ja, dat was duizend jaar geleden. Ik, ik denk dat ik dat niet hoef te weten. Om zelf nu, via de deep state en de international gangsters. En uh, nou, de bankiers zitten erbij, snap je? Het is allemaal drugshandel, jongen. En uh, kleine kinderseksie, Ja, maar daar komen we dus wel achter. Dat, uh, ja, dat moeten we uitroeien. Ja, we weten niet waar ze zitten. Ja, is, uh... En ik zeg je. Je zit de godganse tijd te kijken naar de grote olifant uh, midden in de kamer. Want die staat de hele tijd op tv. En je wil ze graag tv kijken. Punt. Ik vind die zin wel mooi hoor. Smakkend en slurpend spuwt u uw arrogante gal over allerlei personen die u zelf opzoekt. Ja, dus allerlei personen die moet ik opzoeken, dat moet ik ook zelf doen. Anders kom ik er niet achter wat voor drek sommige mensen uitspuren. En ik zit daar smakkend en slurpend. Daar zou ik misschien meer aan kunnen werken. Dat was ook een van de eerste kritieken van Wim, toen hij dus voor het eerst ging luisteren naar mij aan het woord. En dat hij, dat hij zei van ja, je zit zeker thee te drinken. Jeetje. En inderdaad, daar zit ik in die tijd dat ik thee dronk. Anderhalve liter? Een liter? Serieus? En heb je van die hete thee. Ja. smakkend, ik eet niet. Ja, want je hebt een tong in je mond en uh, ja, wat doe je dit of zo, man. Ik zit niet te eten. Dat, dat, nee, dat doe ik niet. Ik flik door wat ik drink. Dit is dus een beetje. Nou, maar Piri, is wel ongebruikelijk dat je, dat je dan een verhaal houdt en dan drink je er ook wat bij. Dat is helemaal niet ongebruikelijk. Kijk maar naar Doug Stanhope. Joh, maar Piggy, dat is humoristisch, heel seculier. En echt heel erg mensbeledigend, hoor. Ja, maar hij is wel de enige geweest die Alex Jones voor zijn bibs heeft gegeven. Dus dan moet je die comedian dan ook weer meegeven. En eh, nou, kijk naar Dirk op. Er is genoeg te vinden op internet. En Dirk is eh, daag. En dan Stan Dan kan je nog een keer lachen. In plaats van naar mij te luisteren. Met al die beschouwingen van mij. En dan het mooie woord. Spuwt uw. U, uw, uw arrogante gal. Dus ik ben gal aan het kotsen. Uh. Nee, 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 niet echt. Nee. Waarom? Waarom? Sietse Bergsma van uh, De Blue Tiger, die vindt aquatie een uh, ongelooflijk stuk minkugel. Nou, ja. dat mag zij toch ook zeggen? En dan mag ik zeggen dat De Blue Tiger een stelletje slapjaner zou zijn. Ja, als zij dat mag zeggen van Aquatie. Ja, toch? Ja, waarom mag zij wel. Uh, en ik niet? Robert Jensen, die mag allemaal hele grappige dingen zeggen over Hugo de Jonge. En ze uitmaken voor de, Hugo de Jonge en uh, Mark Rutte. Die worden door Robert Jensen. Die ongelooflijk lekker zijn best doet. Ik snap niet waar die gozer de energie vandaan haalt. Maar ja, hij is jong of zo. Ik heb alleen maar respect voor hem hoor. Kijk, op dat niveau waarop Robert Jensen zich begeeft, ja, daar, daar zie ik helemaal niks fout aan. Robert Jensen hamert erop van: uh, dit hoef je niet te pikken en dat hoef je niet te pikken. Kijk. En dan hoef je gewoon niet te pikken. Kijk, Robert Jensen zit niet te zeuren over de hypothalamusconnectie met de hartspier of zo. Gewoon een beetje t-shirts uh, schuiven over die toonbank en truien. En, uh, en ze schijnen met warme broodjes daarover. De, 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 <laughs> dat schijnt heel goed te gaan. Kijk. Dat is uncontrolled opposition. Uh, je gaat mij niet vertellen dat ze Robert Jensen uh, die, die in de tang hebben. Die praat ook helemaal geen onzin. Die, die is Robert Jensen. Die wil het liefst wil die het hebben over leuke dingen, Marianne aannemen. Hij lijkt me een vrolijke gast. En iemand moet er wat van zeggen. Maar ik wil maar zeggen, ik ben niet overal op tegen, snap je? Dus ik heb bij me geen gaal. Alleen sommige dingen vind ik onverteerbaar. En dat... Uh, dat, 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 dat bij als je dus iets eet en... Dat heb je niet in de gaten dat het onverteerbaar is. Hè? En dan heb je ziekens tot de kou, hè? heb je ook niet in de gaten dat het onverteerbaar is. En dan schrik je door naar je slokdarm, heb je het ook niet in de gaten. En dan plons het in je maag, en heb je maag het ook niet in de gaten. En dan komt het in de, in de darmen terecht, dan heb je het ook niet in de gaten. En, en dan komt het bloed, het eerste bloed door de lever. En dan ineens gaat die lever oververhit raken. Ja, Je had al veel eerder dat wat niet te verteren was, had je uit moeten spugen toen het in je mond zat. Dus hij moet zeggen, smakend en slurpend. Kotst uw. 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 Arrogante gal. Uh, uh, gal kots je. Uh, die spuug je niet. Ja, je noemt het ook wel spugen, maar. Dan ben je dat verschil kwijt. Dus als er iets in je mond zit, dan spuug je het uit. Dan ben ik ook zo. Nou, even een grapje dan, hè. Maar als je mosselen gaat koken, er zijn er van die mensen die zijn. Hey, oh, ja, oh, maar die is dood. Die ben die, oh, nee, oh, nee, oh, nee, heel voorzichtig. En dan gooi ze allemaal goeie. Nee, niet allemaal, maar, maar allemaal goeie. Hè? Allemaal goeie. Die, die gooien ze weg. maar niet dan. Met mooi koken. Met je neus boven de pan hangen. En als je er eentje in je mond stopt. is er een hoppakee. Pff, heb je nergens last van. Dan eet je veel meer mosselen voor 5 euro. Pff, die, die, die onbedorven uitspul. En met heel veel dingen hoe je eet en zo. Ja, het is wel leuk aan uren, lekker lullen. Het gaat over een reactie op mijn beschouwingen. Dus dan mag ik jullie toch ook helpen met allerlei biologische waarheden? Want ik weet wel wat namelijk. Want ik had het hele mooie woord. Arrogante gal. Nou, arrogante gal, dat kan natuurlijk niet. Deze man heeft niet zoveel verstand van poëzie. Ik weet, wat voor een type zou dit zijn? Dat je dit. Heeft u zichzelf wel eens beluisterd? Ja, maar dat betekent dat hij nooit naar mij heeft geluisterd. Want <laughs> ik heb heel vaak gezegd. Oh, dit is de, de derde versie, want in die eerste twee heb ik weggegooid. Ik was toen te boos. Of zoiets. Dat, dat is altijd weer hetzelfde. Dan word ik te emotioneel en dan zie ik je daarna te luisteren met een kopje thee de volgende dag. denk je, Nee... Het is een manier van werken. Je kan in één keer iets perfect maken. Wat, wat Robert Jensen doet. He? Robert Jensen die gaat live. En die zijn helemaal, helemaal klaar voor. En hebben zijn agenda. En een up een team achter hem. En een knal. Ja, dat doe ik niet. Maar ja, maf. Ik heb vanmorgen vijf uur uh, geploeterd. Ja, fijn gewerkt. Hele tent schoon. Hè? Ik heb nou gevonden hoe het moet. Ik hou geen pauze meer. Ik doe het niet meer. Ik hou een pauze vlak voordat ik klaar ben met werken. Dus als laatste moet je je kar schoonmaken. Nou, voordat ik mijn kar ga schoonmaken, ga ik met mijn bibs op de bank zitten. Dat is veel handiger. De rest, dat werkt niet. Lekker makkelijk. Kijk, zo leer je werken. Daarmee verdien je poen. En kletsen in een microfoon. Ja, als je zo goed bent als Rob Jensen. Maar dat is een andere kwaliteit. Dat ben ik niet. Ik heb vanmorgen lekker gewerkt. en ik heb de hele middag lekker helemaal niks te doen. En dat heb ik ook zo graag. Dus ik hou niet zo van drukte. Ik heb het wel gedaan hoor. Maar uiteindelijk is een beetje rust is wel het fijnste. Ik zou echt nooit meer terug willen naar dat werk wat ik gedaan heb. Smorgens om zeven uur opstaan en dan s'avonds om elf uur in de bed. Eén uur luisteren naar Met het Oog op Morgen. Op de NPO of NTS. Of de ik heb gewerkt voor die omroep. Eén uur luisteren naar uh, Moom. Dat is projectcode, Moom. Dat kende ik, want ik deed daar de automatisering. Dus ik wist van Moom. Jot, de luister ik ook altijd naar. Ja. Helemaal back af. En dan zo'n vriendin naast je in bed en die heeft geen zin in seks. Ik ben Moom. Laat me met rust. Gadverdamme, van een leven. En dan uh, moet je nagaan van s morgens tot zeven, s avonds elf... Dat was aan één stuk door bezig zijn. Aan één stuk door. Dus ofwel dat je in de auto zit, ofwel dat je je sleutels moet zoeken, ofwel dat je nog even terug moet. Voor de... Ofwel dat je, nou zit je op de aandacht of dan, dan zit je te wachten bij de receptie, of dan zit je nog te wachten, want de directeur die is te laat. En dan moet je uiteindelijk beginnen en een en vergadering. En, ik had het zo druk in die dagen dat ik mijn horloge heb afgedaan. Dat was niet te doen. Ik zat de godganse tijd op de klok te kijken. Ik dacht, ik hou ermee op. Ik kijk niet meer op de klok. En stom genoeg werkte dat bier goed. Ik was veel meer attent bij het gesprek. Minder bezig met mijn horloge. En vergaderingen waren sneller voorbij. Weg met die klok. Nou, ja, ik wil je nagenoeg hard je werk, man. En mijn vriendin, die was feministisch, dus die kookte niet. Ze dus moest ik ook nog avondeten zorgen, voorzorgen. En soms wil je dan toch echt iets van de groenteman. En dan wist ik heel handig mijn auto te parkeren. En dan hadden ze kant-en-klare pakketjes met geschilde aardappelen, wortelen en uien. Kant en klaar. Dan loop je nog even langs de slagen. Hoppakee, hotspot. En dan even pauze: en journaal kijken. En dan ging mijn vriendin die ging kijken naar Ricky Lake en Dr. Phil en Oprah. En dan ging ik weer werken. Een zaterdag en zondag, dan hoefde je gelukkig niet de deur uit. En dan had je wat meer pauze. Maar ook werken. Het is echt niet, man. Echt niet. Ik ben zo blij met mijn banen. En vandaag in de bus naar huis. Ik kijk over die weilanden tussen die bomen. Waar boeren weer bezig zijn geweest. En dan uh, lekker in de bus tussen de multiculti iedereen. Ik heb een collega die is Marokkaanse. En dat is zo'n deftige dame. Zo eentje die, die. Die draait die hele vroege dienst. Zes uur beginnen of zo. En die zit dan met zo'n gelukzalige glimlach. Van ja. En zo dadelijk ga ik lekker niks doen en dan ga ik muntthee drinken. En ik dacht, en daar heb ik niet gezegd. Dat ja, zij is heel gelovig. Het is een hoofddoek. Een keurige vrouw, een mooie vrouw ook. Mooi gezegd. Een ondeugende, een ondeugend mormel Een felle vrouw. Die wil je graag. Uh... Ja? ja, ze heeft al een man. Maar... Die man is een gelukkige man. Die, die, die vrouw van hem, die weet van aanpakken. Kijk, en, en een andere vrouw, is, uh, die komt uit Iran. Die zijn daar weggevlucht. Toen ik die vrouw vertelde van, dat ik wist van Mossadegh, toen keek ze me echt aan met hele grote ogen. En ze zei: Jij weet van Mossadegh? Jij weet dat ik. De... stop maar stop maar. Ik weet alles. Ik weet hoe Iran gepakt is, op Persië. Dat was al heel lang hij, zaten tussen de Grieken en de Persen, hè? Wist je dat niet? Alexander de Grote, ooit van gehoord? Snap je? Leer nog eens wat. Alexander de Grote, dat was de grote jongen van Griekenland. Zijn leraar was Aristoteles. Trek je dat ook even mee? In de filosofie is het in Europa 1500 jaar stil geweest, toch? Echt stil. Er mocht niks geschreven worden. Je, je mocht wel schrijven, dus bij, bij die, die kloosters en zo, dan, dan kreeg je wel uh, dat je mocht schrijven. En alles wat je schreef op filosofisch gebied, dat werd eerst naar Rome gebracht naar de censuur. Dus geen grapje. En er zijn hele strijden over geweest. Er zijn ook censuurkwesties gewonnen. Maar dat kan je nagaan. En toen had je de, de continentale filosofie en de Angelsaksische filosofie, die contrair kwamen te staan. En dat was dat die. Dat was na het grote protest. Ja, natuurlijk. Dus je hebt Maarten Luther gehad. En ja, daar kan je ook van zeggen dat dat controlled opposition was. Je kan er zonder meer van uitgaan dat ze dat niet alleen van de buitenkant hebben willen bestrijden met Loyola, maar ook vanuit de binnenkant. Of niet? Denk je nou dat ze gek zijn? Het is hun spelletje. Snap je? Zij spelen een spel met ons. En dat spel heet Theater. En ze kennen alles, jongen. Ze zijn regelrechte acteurs. Zo werkt dat. En het heeft een naam. Een oude naam en weer een nieuwe naam. En... En dat mag allemaal niemand weten. En in Europa had je een filosofie... die ging dan uit van een goddelijk principe. Dat was na Maarten Luther. Je kan zeggen... De, de, je had dat protest tegen de... waar we het dus niet over hebben. Hè? Je had het protest tegen... en dat, tussenin zaten de rationalisten. En die zeiden ja... Er is altijd zoiets als een geestelijk grondbeginsel. Altijd. Dat kan niet anders. En die gingen daar nogal ver in. Belachelijk ver. Zo. Mensen als Wolff en Leibniz. Die overschreven hun hand. En dat wekte de hoon op. Vanuit Engeland. En die kwamen met een contra-beweging en die heette het Empirisme. Nou, ja, voel je hem al? Geweldig. Leuk. Als je dat zou, ik zit er al over te fantaseren. Daar kan ik wel een middag over kletsen met hoe geinig dat wel niet was. En die schandalen. Uiteindelijk was er een schot en die zei. als de ene biljartbal de andere biljartbal raakt. en dan onder een bepaalde hoek wegschiet. dat is geen wetmatigheid. Dat is de gewoonte van biljartballen. Er zit geen wets achter. Tuurlijk niet. Want ballen doen gewoon zo. Daarom heten ze ballen. Biljardballen. En toen zei Immanuel Kant: Oké, okay, en nu is het afgelopen. <laughs> Echt waar. <laughs> en Immanuel Kant heeft ons weer teruggezet op de rechte weg. Kort gezegd: alles in deze wereld bestaat uit dingen die een relatie hebben met andere dingen. Er is geen ding zonder een relatie met een ander ding. Weet jij wel wat? Hamer, bijvoorbeeld, heeft een relatie met spijker. Ik kan wel meer zeggen: onderwijzer heeft een relatie met leerling. Zal je me zeggen: Ik ben een ontzettend goede onderwijzer. Ik, uh, ja, ik, ik ben er echt perfect in. En, uh, en, uh, en je leerlingen? Oh, nee, dat, dat doe ik. Nou, die heb ik dus niet. Ja, hoezo ben je dan een goede leraar? Je ik ben koning. Ik ben koning, ik ben een hele goede koning. Oh ja, en de koning krijgt dan van jou. Oh, ja, dat heb ik nu even niet. Snap je? Dan ben je geen koning. Alles wat er is, heeft een relatie met een ander ding. Dan kan je denken aan oorzaak en gevolg en dan kan je gaan categoriseren. Dat is best interessant. En het neigt tot, tot lulkoek. <laughs> dat heeft Artie Schopenhauer gezegd. Artie Schopenhauer was een grote fan van Kant. <laughs> dat is heel schattig. Dat in het einde van zijn werk gaat hij zich eerst verexcuseren. Ja, um, kijk. De leerling heeft een leraar nodig. En het is niet. Uh, toepasselijk dat de leerling de leraar beschadigt. Zoiets. Echt heel precair. Van... Ik mag dit eigenlijk niet zeggen. Dit is echt op de grens. Het punt is: het moet eruit. Er zit een dingetje fout bij kont. Als de categorieën leren. Moet je niet doen. Voor de rest heeft Kant gelijk. En dan kan je nagaan dat die onderdrukking van het vrije denken hier in Europa de boel zoveel duizend jaar heeft opgehouden. Denk je eens een wereld voor dat de gebeurtenis. Het begin van onze jaartelling, dat is de gebeurtenis. Toen gebeurde er iets. En toen gingen onze jaren tellen. Ik heb het over die gebeurtenis. En geen gezeur over of het eikenhouten balken waren. En hoe laat het precies was. En hebben we daar ook foto's van? Ja, we moeten het maar geloven. Ons punt is, we geloven dit al 2000 jaar. Dat dat een gebeurtenis was. Dat geloven we met z'n allen al 2000 jaar. Het houdt in de vervulling van het Oude Testament. Dat is de boodschap. En paniek. Uh, is ziekelijk. Dat gaat in je gezicht zitten, zo zeggen de Russen. It, it will grow in your face. Paniek en angst. Het slaat nergens op. Als er één belangrijke boodschap is, is dat dat er niks aan de hand is. Helemaal niks. Doe, we moeten met mondkapjes in de bus zitten, maar we worden niet vergast. Of wel? Nou dan. Ja, maar zo dadelijk gaan ze ons allemaal inspuiten. Dat geef ik je te doen. Met die Marokkaanse ruiltrappers. Nou, die laten het lekker doen. Weet je hoe valikant mohammedanen zijn... tegen dat gezondheidsgespuit gebeuren? Ik denk... Ik, ik denk... Ik, je zou bevolkingsonderzoek moeten doen... en te kijken naar mensen... die gewoon over straat lopen... doen alsof niks aan de hand is... geen mondkapje hebben... en daarna bevolkingsgroep gemeten. Het zou me niets verbazen... Als een Mohammedanen, nou een geloofsgroep dan. Mohammedanen en recht u recht aan christenen, die lopen niet met een mondkapje. Nee, alleen die infidels, die vrezen voor hun leven, die denken dat, uh, dat ze zelf beter de tijd weten om van deze wereld te verschijnen dan Allah. Dat, dat zijn ongelovige mensen, mensen met een mondkapje. Je loopt met een mondkapje daar waar het verplicht is. En voor de rest doe je hem af. Maar niet over de straat. Want waar heb je bang voor te zijn? H heb je wat fouts gedaan in je leven? Even serieus. Dat is een punt, hè? Als jij ooit... Dat noemen ze zondigen. hè? Wat zelfs zonde is, is dat je een fout hebt gemaakt. Iemand anders die draaide ervoor op. En jij had, ja, je vond, ja, je hebt het zo, zo druk. En uh, je kan ook nog niet de consequenties van dat er nog bij hebben. Want, excuus, uh, excuus of zo. En je hebt het maar gewoon laten gaan. Terwijl je eigenlijk had moeten zeggen dat jij het vergeten was. Maar die andere die kreeg... Uh, en jij dacht van, ja, nou, voor deze keer. je? Als een zonde. En het vreet aan je. En je gaat er raar gedrag van vertonen. Andere mensen ruiken dat aan je. Want je doet af en toe zo vreemd. En het punt is: als jij in, die, in dat schuldgevoel zit. Dat je dan heel ontvankelijk wordt. voor al die angstbeelden. die ze de godganse tijd op ons lopen te projecteren. Onze koning spreekt nu al over een groot dreigend extern gevaar. Wat dan? Hij weet dat de grote draak eraan komt of zo? Venus gaat exploderen? De reptilians die komen dan toch. Uh... Arriveren? Hou er rekening mee dat die lui waar we het over hebben, die staan bekend om het fenomeen volslagen mislukt project. Het is er nog nooit gelukt om vriendjes te worden met de mensheid. Maar nu wel. Want we gaan allemaal heel gedwee met een mondkapje in de bus zitten. En dan denken zij, oh, nou, het, is wel, het gaat wel goed. Nee, ze, echt, ze doen eindelijk een beetje lief tegen ons. Het werkt niet. Wat ze willen werkt niet. Het kan niet. Wat zij willen, dat probleem wat we hebben. Hè? Wat zij willen is ze willen een perpetuum mobile maken van de mensheid, want dat loopt als maar door, er loopt als maar door. En zij eh, gaan barbecueën met brunette's en houden van exquise jachten. Ja, je kent het wel. En dan de hele boel onder controle houden. Het punt is dat laatste gaat niet. <laughs> Het is onmogelijk. Want als de werkers, op zijn Russisch robots, als de werkers geen verantwoordelijkheid hebben voor hun materialen, dan gaan ze slordig om met die materialen. Snap je dat? Bij mij op het werk ga ik heel verantwoordelijk om met mijn materialen. Dat is mijn kar. En daar blijf je vanaf. Ik irriteer me dood. Dat gebeurt gelukkig steeds minder. Men heeft inmiddels in de gaten dat het mijn kar is en dat je daarvan af moet blijven. Je is, is dus, kan zeggen mijn eigendom. Het is mijn verantwoordelijkheid ook, want dat ding is tip top schoon. En dat kan ik van andere karren niet zeggen. En die mensen die beschouwen ook hun karren minder dan ik mijn kar als hun eigendom. Dat is in sommige gevallen ook heel logisch. Ze worden gewisseld met wisselplekken en daar moet er maar een kar staan. En die kar moet dan onze kar zijn. Ja. Dus die verantwoordelijkheid is heel belangrijk voor de werker. Die geldt niet alleen voor de schoonmaker, maar ook voor de vrachtwagenchauffeur. Ja. En de bouwvakker. Die wil verantwoordelijk gedrag. En... Nou is het punt dat als verantwoordelijkheid er is en zeggenschap niet, dan is er geen balans. Dus als ik wel geacht word om elke, elke dag mijn kar tiptop in orde achter te laten, maar dan is die begeleiding, ja, ik ben er maar zoveel uur per dag. En ze draaien daar 24 uur door. Hè? Er kan van alles gebeuren, ook midden in de nacht. Hè? Nou. En dan kom ik terug en is mijn halve kar geplunderd. En dan kan ik weer overnieuw beginnen. En als ik er wat van zeg, dan moet ik mijn mond houden. Ja, maar zo gaan we niet werken. Ik heb er bij mijn baas ook over gezeken. Nou, er komt maar een aparte schoonmaakset voor de begeleiding. Vooral als er wat gebeurt. Als ze van mijn spullen afblijven. Want dat deden ze. Hij had Joop kotser. kotsen. Ben ik. ik... Ik ben er dagelijks bij, wat er allemaal gebeurt. Dat vind ik ook wel. En dan moet het opgeruimd worden. Oh, een paniek in de tent. En dan graaien we maar in de spullen van Perry. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Dus de eigen spullen voor de begeleiding. En nooit meer aan mijn spullen zitten. Kijk, zo ben ik eigenaar van mijn kar. En dat hoort. En dat moet ik overdragen aan mijn zonen. En die nemen dat gevoel over. En daar krijg je hele goede schoonmakers van. En geloof me, een schoonmaker... Dat in, in mijn uh, ding, hè? Dan beur ik net zoveel als Wout. M, 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 de drummer van mijn band. En die zit als bouwvakker... Uh, Hamertje kloppen. Zeven uh, s'morgens. Hoppatee. Ik krijg hetzelfde. Dus dat is geen slecht beroep, snap je? Je moet het netjes doen. Kijk, die... Verantwoordelijkheid moet gepaard gaan met zeggenschap, want als je mij geen zeggenschap geeft over mekaar, letterlijk, dan ga ik door mijn rug. Dan moet ik te ver bukken en dan word ik ziek. Snap je? En dat weet mijn manager inmiddels, en dat begint mijn baas ook een beetje door te druppelen, dat ik zeggenschap eis. Anders geen verantwoordelijkheid, punt. Ik kwam ook op een ochtend, uh, was ik daar lekker bezig. En dan staat die hele aardige gozer. Ik zeg, oké, okay, gozer. En die staat uh, een, st een stuk raam te lappen. Ik zeg, hé, hey, wat ben je aan het doen man Ja, zei die, uh, ik, ik dacht, ik help even. Want uh, ik zeg, ja, als je die ramen vies vindt en je wil me helpen... dan moet je tegen mij zeggen dat je die ramen vies vindt. En dan help je mij. Maar niet als jij de ramen gaat lappen, want dan help je mij niet. Oh, oh, bedoel je het zo? Ik zeg ja. Ik ben hier de schoonmaker. Wat is dat nou? Er staat even mooi op mijn rapport: dat mijn baas komt kijken. Oh, wat een mooie ramen schoon. Dat ik denk van ja, dat was de begeleiding. Nee. Als, die raam, als je dat vies vindt, ja, zeg het tegen mij. Hey, laten we even vrolijk blijven. Maar daar waar ik zit, daar dat gaat ook van alles mis. Dat is echt weer te bescheuren. En die bewoners hebben dat gelukkig niet in de gaten. Er <laughs> gaat van alles achter de schermen mis. Zo is... daar het ze hadden eerst gewoon glas. En daar... Ja, dat... Dat ging dus niet. Ze hebben het eerst geprobeerd. En misschien door extra stevig glas. En toen heeft management besloten... Oké, okay, afgelopen overal plexiglasplaten voor. Nou, ja, dat is allemaal keurig gemonteerd. Ik, zeg... Ik kan er even een puntje aan zuigen. Prima. Het enige is... ze hebben niet eerst de afdeling schoonmaak gevraagd... om die ramen nog een keer te lappen. Yeah. En ook die plexiglasplaten waren ook niet al te schoon... Aan dat stuk waar je er doorheen kijkt en zo. Ja. Achter heb je dan. En daar haal je dan toch je schouders over op. Er is een vrouw. Vandaag spak ik kaart. Zag ik haar. Sorry, ja. het was zo leuk op mijn werk. En, en die heeft een, heel, een brief op poten gestuurd. Nou, ja, weet ik wat, dat kan zij ook indienen. Er moet iets gebeuren met de ramen. En ik vang dat dan zo half op. En ik denk, dat is mijn werk. Hè? Ja, die krijgt het hele verhaal te horen. Dat er weinig aan te doen is. Maar toch moet je het schoonhouden. Tuurlijk. Is dat nou? Al zitten er allemaal krassen op. je kunnen er toch vieze vingers op zetten. Dus die, die dingen moeten schoon. Ja, dat is een mooi beroep. Man. En terug dus naar waarom dat idee van hun niet kan werken. Hè? is dat in hun geval zijn zij de verantwoordelijken voor de, noem het maar, de machinerie. De, de werktuigen, de, de middelen. Ja, laat ik het zo maar Zij zijn eigenaar van de middelen. En wij doen alleen maar het werk. Dus wij zijn verantwoordelijk, maar we hebben geen zeggenschap. Want zij zijn eigenaar van de middelen. Dus zij mogen doen met de middelen wat ze maar willen. En wij hebben geen zeggenschap. Over wat zij doen met de middelen. Dat leidt tot verslonsing. Dat komt er heel langzaam in. en dat draagt zich over van generatie op generatie. en uiteindelijk heb je allemaal slonsjes. En dan barst het hele boel. dan. zakken zak het in elkaar als een plumpen En dan gaan we er uiteindelijk achter komen. dat er helemaal nooit zoiets was. als het blanke ras. En ja, dat zijn deze dagen. Het blanke ras heeft het gedaan. Er is helemaal geen blanke ras. Kom je erbij? Dat is racistisch. Punt. Je merkt het vanzelf hoor. Dus in Afrika, als je daar als albino wordt geboren. Hè, dan word je afgeslacht. Ja. Dan ja, vind je het gek dat heel Afrika dan zo donker blijft. Als je alle albino's af gaat slachten. Ja, die kloppen niet, die zijn van de duivel. Ja, kijk, daar ga je dan. Maar dat doen zij met albino's. Serieus? Ja, dat oh, klopt niet. Ja. Dat hebben wij nooit, hè? Wij hebben nooit zomaar een zwart kind. Ja, tenzij die vrouw zegt: ja, aan nee, hè? Maar als, als wij zomaar een zwart kind krijgen, nee, dat, die, dan, dan heeft ze het gedaan met uh, die vent, die, uh, die gozer die wel dansen kan. Jij, stuntelige boekhouder. Of een ander droevig verhaal. Maar als een, een, twee negroïde mensen een albino krijgen... Die, ja, de hier, die die dat zit er hier. Dit zit die hier. Dit Dan moet je daar niet over zeikeren. Wij hebben ook albino's. Dus, dus waarom negro's niet? Je hebt ook mensen die worden geboren zonder haargroei. Echt totaal, genetisch, zonder haar groeien. daar mankeert verder niks aan hoor. Ze hoeven nooit naar de kapper. Meer niet. Ja, we hebben geen shampoo nodig. Kijk, uh, 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 ik haak nu even in met wat, wat Schopenhauer begon over uh, categorisatie en dingen, hè, dat dat het helemaal niet kan. En precies, dat kan ook helemaal niet. Je, je kan niet zeggen, je, je hebt negers en blanken. Nee. Hoe kom je er maar? Het is één grote soepzooi. Dat is het. Je, je kijkt verkeerd. Dus mensen kijken naar mij en denken, oh, die heeft een bril. Oh, die hebben dan gelijk een idee. Oh, we hebben een bril. Of, uh, oh, dat is wel een beetje kaal, zeg. Of, weet ik wel wat ze me denken. Oh, ben je wel mager, hè? Weet ik wel wat ze me denken, hè? En ze zien mij helemaal niet. Ze zien mijn lichaam. Ze weten helemaal niet wat ik heb meegemaakt met negerinnen. En daar ga ik ook lekker niks over vertellen. half negerinnen, maar dat. Dat is niet helemaal negerinnen. Een beetje smokkelen. Maar dat was een goede moeder. Dan dacht ik zo, dan kan de eerste beste kaastring nog een puntje aan haar zuigen. Dus je moet echt oppassen met te denken dat je blank voordeel hebt. Want je hebt alleen maar blank nadeel, namelijk dat iedereen loopt te beweren dat wij voordeel hebben en we moeten. Hoe moet Reparation noemen ze dat. Wiederegoed Dat is de term. Er moet een wiederegoed mag komen. Ja. Dus als we de schuld afbetalen in pecunias. En wat gaan die negers dan met die poen doen? Hey, laten we even werkelijk zijn. Even normaal. Wat gaan die negers met die poen doen? Waar staan ze, de, wat doen ze de laatste tijd met hun poen? Land opkopen in Marokko en daar tomaten gaan kweken? Ja, dat zou ik gaan doen. Nee, ah, zonne-energie, dat zou ik gaan doen. Ik ben nu bezig met mijn zonne-energie-project. Uh, dat is erg leuk. Ik zie het voor me. Kijk even met me mee. Hè. Dat deed dan. Neurolinguistisch programmeren. De, 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 de Celestijnse Belofte. Kijk dat boek. Lees het. De Celestijnse Belofte. Lees het. Geinig. Maar denk even met me mee. Je hebt zo'n buitenwijk. Bij rabat. Of. Er is, geen, er is geen donder te beleven. En die grond is de reet goedkoop. En dan ga je een goede volkstelling maken, Dat is echt een marketing uh, ding. En dan tel je uh, moeders met uh, kleine kinderen. Bijvoorbeeld. Ja. Dus er zitten veel kinderen En die gebieden moet je hebben. En, want ook in die armoedige stukken van Rabat of uh, Casablanca. Of, uh, <laughs> veel kids, daar gaat het om. Nou, en wat ga jij maken? Jij maakt hele grote zwarte paddenstoelen. Aan de binnenkant zijn die met kokos uh, helemaal bekleed. Het zijn van de bovenkant gezien uh, hele grote paddenstoelen. Dat zijn parasols. En die vangen het zonlicht op. Dat geeft een enorme hitte. Dus je beurt daar duizend watt per vierkante meter aan zonlicht. En die hitte, wat doe je ermee? Nou, nou, de truc is volgens mij. om die hitte in eerste instantie overdag te laten stromen een hele grote put. Die geïsoleerd is. En waar die put mee vol zit. Daar maakt niet zoveel uit. Als die maar groot genoeg is. Hoe groter, hoe beter. En daarmee moet je wel gaan experimenteren. Met de optimale. Want een hele grote put die te groot is. Daar heb je ook niks aan. Dat is veel te veel gaven. Niet te diep. Dat is veel te veel werk. We hebben een hele grote heat Heatsink. Dat is de Engelse term. Ja, en er stroomt al die warmte vanuit die zwarte parasol. Die, die, die nou, paddenstoel. Dus en een boom. Maar kijk wat je doet. Hè? Eén groot zwart vlak. Je kan ook werken met gaatjes ertussen. Dan heb je nog een, een gobo-effect krijgen dan. dan? Heb je kleine zonnestraaltjes die mogen we nog wel naar beneden. En de rest allemaal afdekken. Of je maakt meer laags. Of, uh, zet er een kunstenaar op. En maak een perfecte olijfboom. He? Gaan we allemaal zitten onder de olijfboom. Ja, en wat je dan krijgt is een enorme hoeveelheid warmteenergie. Dat loopt dus in de kilowatts. En die ga je door laten stromen naar die koude rots, een steen of cement of iets stevigs. Of gewoon zand, is ook goed, denk ik goed erin weten te geleiden met een, iets van een boomstructuur qua wortels, beetje slordig, maar dat maakt dan niet zo van uit. Als het maar geleiden, die dingen goed controleren met temperatuursensoren, dus met een Raspberry Pi doe je precies ja. je precies de temperatuur in de gaten. En dan heb je de optimale doorflux van die hitteenergie en die gaat in eerste instantie gewoon naar die steen. En de geine is uh, halverwege heb je een een oppervlakte, een dikte. En daar wordt er even elektriciteit gezogen. Yo. Oh. En als je dan de zon ondergaat... dan gaat die sink weer naar boven stralen. En dan krijg je weer elektra. De hele dure oplossing is om... Dat stuk waarin die elektra wordt verzameld van een warmteverschil. Hè? Om dat stuk zo, uh, zo hoog mogelijk te maken. liefst eigenlijk hele bakken. Die je uh, met een uh, zijn hefmachine heel voorzichtig moet laten zakken. En dan uh, plaatsen ze heel voorzichtig, heel voorzichtig. En dan heel veel piltje elementen maar daar werkt het mee. Het is uh, bimetaal in ...dus twee soorten metalen. En in een, ja, noem het maar, uh, cement. En die worden zelf ook weer warm. Als ze de warmte doorlaten, warmen ze zelf ook op. En zijn ze zelf ook weer een heatsink. Snap je? Ik weet niet wat het kost. Dat zou je aan moeten rekenen. En dat ga ik doen. Dat is heel erg leuk. Het is ook leuk voor mijn dochter om naar te kijken. Van, oh, papa doet weer wat. Haar ook uitgelegd: van, kijk, dit is een Peltier-element. Die haal je onder deze lamp. En een hub komt hier elektra uit. Zonder dat er elektrisch contact is. Alleen het licht pak ik op. En mijn dochter: wat een mooie lamp. Jeetje zeg. Ik zeg: nou, dit is gewoon een ledlampje hoor. En ik pak die andere. Ik had er twee gekocht. En zij zo met de vingers eroverheen. Wat een mooie lamp. Ja, dat zijn meisjes. Ik moet dat vriendje van haar nog een keer waarschuwen. En voorlopig mag dat niet. zij zit hem te misbruiken. Zeg <laughs> juist. Arme jongen. Zes. Oh, 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 oh. En zij weet het, denk ik. hoor. Dus ik heb al tegen haar gezegd, want zij heeft wel kennis gemaakt met de ouders van mijn vriendje. De vriendje is ook bij haar bloedeigen moeder geweest. Daar heb ik haar op betrapt. Dat soort dingen vertelt ze me niet. Maar ik kom er altijd achter. Hè? Dus een... Ja, ik ben aan het verhuizen. Ik zeg, oh, ja, binnen mijn eigen studentenhuis, hè. twee kamers verderop en. Ja, het is echt wel een leuke plek hier. En uh, ik zei: Oh, en heb je nou een dit? En heb je een dat, Ik zei: ben je er in je eentje? Nee, uh. en dan uh, de vriendje en mama, die waren er ook. Ja, ja. Ik natuurlijk niet. Nee. <laughs> oh, 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 oh. Ik lach me kapot. Serieus? Het maakt mij niet uit. Ik leef en ben dankbaar. En doordat ik dankbaar ben, leef ik. Zo beschouw ik het. Ik geloof daadwerkelijk dat dingen, hele kleine dingen, die volgen elkaar op. Synchroniciteit. Net alsof. Ja, het is niet eens net alsof. Er is een studie gemaakt van woordgebruik op internet. Puur woordgebruik. En daar zit een golf in. Dat gaat omhoog, gaat omlaag. Er zijn hele grote dingen aan de hand. Want iedereen kletst uit zijn nek. En heel fijn, dat dus we even terug naar Hyde, Hyde Park East, heeft hij. Heet die van Hyde Park in Londen? Daarheen mag uh, iedereen zeggen wat je wilt. En dan mag je kennelijk ook zo iemand uitschreven. Heeft u zichzelf wel eens beluisterd? Nou, het antwoord is ja. Hij heeft dus nooit naar mij geluisterd. Wat had hij het geweten? Nou, smakend en slurpend. Uh, spuurt. dat kan dus niet. Kotst. U. Ik kotst dus niet. Ik ben niet kotsend. Ik ben selectief. Uh, dat ik denk, nee, dat lust ik niet. Ik stop het wel in mijn mond. David Ijt heb ik ben in mijn mond gehad. En nu... Pff, weg. Ja, dan doe ik uh, Alex Jones in mijn mond. En een beetje kouder. Denk ik denk, man, Alex Jones, wordt krijg ik wel geinig. Even doorkouden. Dat wordt allemaal... Ook weg. Ja. Ik vind, het, ik vind die mensen oneindige angst En die personen, die zoek ik zelf op. Ja, dat moet ik wel. Wat ben ik dan? Een bange duif... Die van zijn pootjes af wil. En ja, dat doe ik niet. U hoeft zichzelf niet te laten redden. Nou, dat, was ik. dat wil ik ook helemaal niet. Dat is een schande over mij als dat nodig is. Wat is dat nou? nou? als je mij een beetje wil leren kennen, dan moet je kijken naar die film Barfly. En dat ben ik. Ja, niet zo goed natuurlijk. Dat uh, ben ik. Dus zo is mijn aard. Germaans. Wat is Dat nou. Goed in de gaten houden waar leuke dingen over gaan. Leuk hè, en dat deze mensen zo gereageerd hebben. Nou, nou het kersen en uh, ja. Nou, ik denk dat hij anoniem wil blijven, dus uh, hij heeft een hond trouwens, zie ik nou. Maar hij dus is... Nou ja, dit mag je zeggen, hij heeft een kanaal. Dus, het is controlled opposition. Dat was Micha Kat ook. Het is geen oude hoer in de ruimte. En mooi heb ik de naam vermeden: van uh, waar het over ging. En dat is niet de Depestate. Of de Internationale Banksters, gangsters, gang, gang Gangbangsters of zo. Jeffrey Epstein. De volgende ga ik even hebben over Jeffrey Epstein. Dat is dan voor de Gen Z, uh, millennials generatie ook. Die wordt erg leuk. Doeg!